Op de Dalen is een evenement waar we geld proberen op te halen voor Make a Memory. Maar waar ook ouders of andere lotgenoten die een kind verloren hebben meedoen om het verlies van een kind te verwerken. En eigenlijk samen te zijn met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik zeg overigens lotgenoten, er zijn ook wel gynaecologen, verloskundigen die meegaan of fotograaf van Make a Memory. Maar allemaal hebben ze iets te doen met de stichting. En gedurende het evenement combineren we eigenlijk de twee aspecten. Dus aan de ene kant verwerking en samen zijn en mooi moment hebben. Maar tegelijkertijd ook geld ophalen voor de stichting Make a Memory om hun belangrijke werk te kunnen voortzetten. Met Op te Bedalen wordt er geld ingezameld voor stichting Make a Memory. Wat betekent dat voor jou als medeoprichter van de stichting? Geld is één kant, kan belangrijk zijn. Is wel heel belangrijk voor de begroting, de jaarlijkse begroting. Maar wat we opgezet hebben de afgelopen jaren, dus 9e editie dit jaar. Met al deze vrijwilligers, wat we ieder jaar voor elkaar krijgen, hoe hard ze ervoor willen werken, is echt gewoon, ja, dat is heel apart om mee te maken. Jij gaat zelf ook mee fietsen, waarom doe jij dat? Ik fiets mee, omdat ik tussen die ouders wil rijden. Ik heb ook, als fotograaf natuurlijk, maak ik ook van alles mee. En dat is voor mij een manier om het ook te kunnen verwerken. Fietsen met die ouders samen is gewoon sowieso al een belevenis op zich. Ze hebben heel veel kracht. Op een of andere manier krijgen ze heel veel kracht doordat ze naar boven willen voor hun overleden kind. En dat geeft mij ook extra kracht om te fietsen. Wat betekent dit evenement voor jou, zowel als vrijwilliger als vader van een overleden dochtertje? Het evenement betekent voor mij heel veel. Omdat ik de ervaring heb wat het is als je om je dochter te verliezen, weet ik hoeveel pijn en verdriet ouders hebben. Zelf ben ik 2 keer meegeweest als deelnemer en het heeft mij enorm geholpen om het verlies van mijn dochter een plaatje te geven. Niet dat je het vergeet, maar een plaatje te geven. Dat je gewoon een paar dagen alleen met je dochter bezig bent. En dat is enorm mooi. Je hebt ook het gevoel dicht bij je dochter te zijn. Daarnaast ben ik een paar keer als vrijwilliger mee geweest en ik heb op die manier ook aan de andere kant kunnen zien wat je als vrijwilliger kan bijdragen aan de verwerking bij een ouder of een lotgenoot. En dat maakt het enorm mooi. Het leuke van dit evenement, het mooie van het evenement is dat het kleinschalig is, waardoor we ook echt persoonlijk contact hebben met deelnemers. Maar ook zorgen dat deelnemers allemaal de top bereiken. Desnoods gaan we ze duwen, maar ze komen naar boven en ze krijgen hun moment op de top. En dat maakt het enorm mooi en zo waardevol voor ouders, maar ook voor de vrijwilligers die meegaan. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ik zet me al 4 jaar in als vrijwilliger van Op de Pedalen en Op de Voeten de laatste jaren. Omdat het eerste jaar dat ik hier was als deelnemer, de verhalen van de ouders mij zo getroffen hebben, dat ik dacht, nou, voor deze stichting, voor deze ouders, daar wil ik iets voor gaan doen. Wat maakt dat de verhalen van deze ouders jou zo treffen en raken? De verhalen die treffen mij zo vanwege het feit dat het over verdriet gaat, wat niet zichtbaar is, maar wat heel diep in de harten treft en voor de rest van je leven altijd bij blijft. Het probleem is dat de omgeving ziet het niet. Het is geen gebroken been. Hè? Dan vragen mensen ernaar. Het is iets wat je niet ziet, maar veel, veel harder aankomt. En om deze reden wil ik dit organiseren. Want hier kunnen ouders met lotgenoten nog een keer over hun verdriet praten. En de anderen begrijpen ook waarover het gaat. Die hebben hetzelfde meegemaakt en die kunnen zich daar helemaal in inleven. En dat is een deel van het rouwverwerkingsproces. Ik doe mee aan Op de Pedalen omdat mijn zoon Lars is 13 mei 2016 geboren en 20 mei 2016 overleden. We hebben hele mooie foto's gekregen van Make a Memory. En toen we die kregen, zat er eigenlijk gelijk een flyer bij van Op de Pedalen.
En dat was eigenlijk 4 maanden daarna al, in 2016 heb ik meegedaan als wandelaar. En ik zag de mensen fietsen en toen dacht ik, nou, ik moet ook maar een fiets kopen. En een keer terugkomen op de fiets, dus bij deze. En hoe vind jij het om hier nu te zijn? Ja, weer heel fijn. Wij hebben dat toen ook als een heel fijn weekend ervaren. En ik voel dat nu ook gelijk weer. In de bus was dat nog even een beetje spannend. En nu ik hier ben, is het gelijk alweer goed. Heel fijn om hier te zijn. Hoe vind je het om hier samen te zijn met andere ouders die ook een kind hebben verloren? Ja, dat is een enorme steun. Dat je weet dat je niet de enige bent. En je hebt samen hetzelfde meegemaakt. En vrienden en familie zijn allemaal heel lief. Nou ja, alleen lotgenoten die weten wat het is. Je moet het echt meemaken voordat je het echt helemaal begrijpt. Dus het is heel fijn. Je kan echt helemaal jezelf zijn bij deze mensen. Wat was jouw verwachting toen je hier naartoe kwam? Mijn verwachting was hier om naartoe te gaan. Ja, om het verwerking van onze zoon te gaan verwerken met meer lotgenoten eigenlijk die hier aantreft. Op welke manier ben jij nu je hier bent bezig met je overleden zoontje Quentin Tyler? Om hem bij je te hebben eigenlijk. Want ja, je mist toch een deel van je gezin. En dat is een van de redenen dat wij dit eigenlijk doen. En wat wil je daarmee aan hem laten zien? Dat hij erbij is, dat hij erbij hoort. En dat het een deel van je gezin is. Dus dat hij erbij hoort te zijn. Ik loop dit jaar mee met op de pedalen en op de voeten voor Juma, voor Lynn en voor Aiden. En, Juma is het zoontje van een vriendin van mij die wel heeft geleefd uiteindelijk, maar uiteindelijk is ze overleden. En ik heb haar eigenlijk opnieuw ontmoet na een hele lange tijd. We kennen elkaar via de basisschool. Ik kwam haar opnieuw tegen en we hadden het soortgelijke verhaal en daardoor zijn we redelijk hecht geworden. En een andere vriendin van mij kreeg een dochtertje en ja, die heeft helaas de zwangerschap moeten afbreken bij 23 weken. En mijn zoon is Aiden en die is geboren in 2015 op 7 april. Op welke manier is Aiden bij jou nu jij hier in Frankrijk bent? Wij zeiden eigenlijk vanaf het begin af aan dat we Aiden echt terugvonden in de zon. Dus dat vind ik nu wel heel kenmerkend dat het zo'n lekker weer is. Omdat de warmte van de zonnestralen hebben we eigenlijk besloten dat het wel een beetje voor hem staat, zeg maar. Dus dat herken ik hier heel erg terug. En ook het idee dat je natuurlijk hoger op gaat, dus hoger de berg op. En dan toch het idee hebt dat je dichter bij hem bent. Omdat dat associeer je toch een beetje met de hemel, zeg maar. En wat geeft dat jou om hier te zijn met andere ouders en elkaars verhalen te delen? Ik denk een stukje erkenning in mijn eigen situatie. Maar ook het stukje jezelf kunnen overwinnen. Want je hebt een doel en dat is die top behalen. En daar geef je alles voor. Dus of het nou regent, hagelt, sneeuwt, eigenlijk maakt het allemaal niet uit. Je wil gewoon die top. En het feit dat je met andere ouders bent die hetzelfde hebben meegemaakt. Of inderdaad betrokkenen, professionals, opa, oma's, van allerlei soorten mensen die meegaan. Het is gewoon heel speciaal dat je elkaar kunt steunen. En als de een eventjes niet meer ziet zitten om verder te gaan, dat je elkaar dan toch kunt oppeppen om samen die top eigenlijk te behalen. Ik heb mevrouw Joyce toen mee met op de pedalen omdat wij 5 jaar geleden ons dochtertje hebben verloren, Lisanne. Zij is met 31 weken en 6 dagen stil geboren. En Stichting Make a Memory heeft deze foto's van haar gemaakt. En wij vinden die stichting zo mooi dat we zoiets hebben van daar willen we iets voor terug doen. En vandaar dat we dit jaar de top gaan beklimmen. En wat maakt dat je Make a Memory zo'n mooie stichting vindt? Destijds in het ziekenhuis kwamen ze met wil je foto's hebben van je overleden kindje? En wij vonden dat destijds een hele moeilijke vraag, omdat we zoiets hadden van wij zijn er helemaal niet mee bezig op dit moment. En ook omdat we zelf zoiets hadden, we hebben een eigen fototoestel bij ons, dus laat maar zitten. Maar door aandringen van eigenlijk het ziekenhuispersoneel,
van, nou, denk er toch nog een keer over na, want ja, jullie eigen foto's zijn wel heel erg hard. En ja, dat is iets wat je, ja, je wil haar toch ook delen met andere mensen. Dat we besloten hebben om toch een fotograaf te laten komen. En ja, om heel eerlijk te zijn, die foto's zijn wel onwijs mooi om naar te kijken. En ja, om, ook om aan anderen te laten zien dat je wel nog een dochter hebt. En ik zou mijn eigen foto's niet durven te laten zien aan iemand anders. Waarom gunnen jullie andere ouders ook deze foto's? Ik zou zonder die foto's denk ik dat het verlies en het verwerken van een stuk moeilijker was geweest. En we hebben best wel veel ouders ook gesproken na, nou ja, diverse inzamelingsacties. En omdat je natuurlijk ook mensen, ja, je komt met veel meer mensen in contact. En je hoort ook van heel veel mensen van ja, dat wisten we niet of dat weten we niet. En ja, ik gun echt iedereen gewoon dat soort mooie herinneringen aan overleden zoon of dochter. Omdat het gewoon echt helpt bij het verwerkingsproces. Pijke is ons eerste kleinkind waar we ontzettend blij mee waren. Ik weet nog goed dat Pauline en Janke bij ons op bezoek kwamen met een potje zelfgebakken koekjes met roze en blauwe muisjes. En ja, dat was voor ons natuurlijk een duidelijke boodschap. We wisten natuurlijk dat het een keer ging gebeuren, want ze waren bezig met een IVF-traject wat vrij lang duurde. En dat gaf de nodige zorgen, maar we waren toen ontzettend blij. En vervolgens de zwangerschap, we leefden ontzettend mee en werden helemaal op de hoogte gehouden. En, nou, het verliep eigenlijk allemaal perfect. En 20 weken echo's, Betty en mevrouw ook mee geweest. En kortom allemaal hoogtepunten. En we gingen een kamertje opknappen en commode maken, kortom, het hoorde er allemaal bij. We waren er erg blij mee, erg bij betrokken. Het was ontzettend leuk. Ja, totdat we natuurlijk op een gegeven moment, we waren iemand anders in huis. En op een vrijdagmiddag ervoor nog, kreeg ik een telefoontje van, of een berichtje van Paulien dat het ging perfect. Laatste controle voor de bevalling. Zag het allemaal goed uit. En op naar de bevalling appte ze me nog. Dus zorgeloos eigenlijk. Totdat we de maandag daarna, dus na die vrijdag, dat telefoontje, kregen we een telefoontje. Belden ze s'avonds. Betty, mevrouw, pakte de telefoon op en was Paulien. Lag in het ziekenhuis en kwam met een vreselijke mededeling dat er geen leven meer was. Het was echt een afgrijzelijk moment. Ik zal het ook nooit meer vergeten. En we zijn die avond naar het ziekenhuis gegaan in Den Haag, waar Paulien opgenomen lag. Nou ja, dat was verdriet, was niet te beschrijven. Het is echt een drama gewoon. Jouw dochter is hier ook om jou te ondersteunen. Wat betekent dat voor jou? Ja, heel veel. We zijn hier ook een paar dagen, ze ziet gelijkgestemden. We hebben ontzettende intense gesprekken gehad. We zeiden gisteren tegen elkaar, we kunnen thuis zelfs niet vertellen hoe dit op ons overgekomen is. Dat is echt fantastisch gewoon. Dus, het zijn natuurlijk allemaal mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten. En we horen verhalen hier dat je denkt van ja, je denkt dat je soms dus in al die ellende de enige bent, maar dat is natuurlijk niet zo. Het gebeurt overal. Ik ben blij dat we samen dit hebben kunnen meemaken. Hoe beleef jij dit weekend met je vader? Heel goed. We doen dit samen. We zijn nu heel veel samen. We hebben diepere gesprekken. We beleven dit samen. En dit is echt een vader-dochter moment. En één wordt bijzonder. En ik kan dit nu met hem delen. En dit blijft een herinnering voor altijd van ons samen. Omdat je dit aan niemand anders uit kan leggen. Ik zie dat het jou ontroert. En ik heb dit weekend bij jou ook veel tranen gezien. Wat is het verdriet wat jij op dit moment voelt? Of de ontroering? Dat zijn denk ik vooral alle herinneringen die terugkomen. Missen wel, maar niet meer in sterke mate als in het begin. Het is vooral heel veel liefde. Iedere traan die komt is een van liefde. Liefde voor mijn zoon. Hoe is dat om dat hier met andere ouders te kunnen delen? Wat betekent dat voor jou? Erkenning. Ja, erkenning. En zien hoe het loopt in het leven. Dat je dit en niet alleen meemaakt. Dat weet je. Dat moet je soms ook horen. En ook zien dat ouders die dit al zoveel langer geleden hebben meegemaakt, dat je er echt doorkomt en dat je overeind blijft.
un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sous l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Ik doe mee met Op de Pedalen samen met Wessel als vertegenwoordiging van de Vereniging van Fiets- en Gynaecologen. Wij sturen eigenlijk elk jaar 2 gynaecologen naar dit event, omdat wij enorm steunen wat er gedaan wordt bij Make a Memory. En waarom steun jij dat zo? In mijn werk heb ik heel veel te maken met perinatale sterfte, waarbij er ongelooflijk veel verdriet is. En dat is wat mensen zien. Maar er is ook ongelooflijk veel liefde en dat is wat mensen veel moeilijker zien. En Make a Memory maakt daar beelden van die eigenlijk heel goed deelbaar zijn. Dus wat het resultaat is, is dat mensen eigenlijk in staat zijn om te laten zien hoeveel ze van hun kind houden en hoe erg ze dat kind missen. Terwijl dat vroeger eigenlijk heel ongrijpbaar, ontastbaar was. Dus de steun die ze daaruit hebben en ook naar anderen kunnen laten zien en de foto's kunnen ophangen en trots kunnen zijn zoals het hoort, want je verliest je kind, maar je kind, daar ben je trots op. Dat steun ik enorm. Dat vind ik echt een ongelooflijk goed initiatief. Jij vertelt net dat je in jouw werk zowel de liefde als het verdriet ziet. Hoe zie je dat tijdens Op de Pedalen? Ja, dat was heel bijzonder. Mensen hebben enorme drijfveer om die berg op te komen. Eigenlijk ook in omstandigheden die niet optimaal zijn. Iedereen komt boven met zijn of haar kind of nichtje, neefje in het hoofd, kleinkind ook. En mensen gaan over grenzen heen met dat in het hoofd. En het verdriet wat ze hebben wordt afgewisseld met blijheid, met trots, met vreugde. En ik vond enorm indrukwekkend welke grenzen hier verlegd werden en hoe mensen in staat waren dingen te doen die ze normaal nooit zouden doen, met in hun achterhoofd hun kind of waarvoor ze hier zijn, voor wie ze hier zijn. One day I'm leaving this earth as a free mind, thanking my time for growing with me. I had a big trip with my loved ones, with glorious moments and tears in the night. But I'm on my road, I just wanna stay inside and slide. The door in her thoughts will lead us all back to the heart. Nowhere to stillness in life. Since 2008 I've been learning, traveling the roads of Florida, each mile more awake, in search of what some would call heaven. But for everyone I'm different, a message to seek. And I'm on my road, I just wanna stay inside this light. The door in her thoughts will lead us all back to the heart, knowing the stillness in life.
whistle back to the start. Nowhere in the stillness of life, the stillness in life of life, the stillness in life of life, the stillness in life of life, the stillness.